Hallo mede Gaming Geeks, wel leuk dat je kijkt of luistert naar de Gaming Geeks podcast, de wekelijkse talkshow van GamingGeeks.nl, waarin ik je graag bijpraat over al het grote gaming nieuws wat er is gebeurd de afgelopen week. En holy hell, we zitten er middenin, dames en heren. Het najaar is begonnen. Het is, datum van opname is op dit moment 4 augustus 2019. En waarom zeg ik dat? Nou, augustus zit vol met gekke games. Maar daar moeten we nog wel een paar weken voor wachten. Dan kan je mij waarschijnlijk weer horen met het hele... Oh my god, er zijn te veel games. Dan is er onder andere... Blair Witch komt dan uit. Daar is nieuwe gameplay van uitgebracht deze week. Ancestors, The Humankind Odyssey komt dan uit. Control komt uit van de makers van Max Payne. Oh mijn god, echt fantastisch. Heel erg veel zin in. Mocht je niet weten wat het is, hallo, dit is de Gaming Geeks podcast. Waarin ik je elke week dus bijpraat over het grootste gaming nieuws. Deze show is te bekijken, dan wel te beluisteren. Jawel, dit is een multimedia podcast. Uiteraard, omdat het een podcast is, kan je deze vinden op je favoriete podcastdienst. Denk je bij aan Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, iTunes... wat heb je nog meer? Pocketcasts, Anchor. Nou goed, overal waar je ook maar podcasts kan beluisteren, daar is deze show te vinden. Dus abonneer ook, dat lijkt me hartstikke tof, want dan ben je altijd op de hoogte van wanneer er een nieuwe show is. Maar wil je liever iets van beeld erbij? Dat kan op youtube.com/GamerGeeksNL. Mocht je alles op een rijtje willen hebben, dan GamerGeeks.nl, dat is de website van dit hele mooie gebeuren. Goed, ik heb weer een aantal games zitten spelen natuurlijk deze week. En ik merk dat ik de laatste tijd een beetje in een soort sfeertje zit. Ik heb ontzettend veel games die ik nog moet uitspelen. En met ontzettend veel bedoel ik echt heel veel. Waarvan ik denk, oh ja, die is er ook nog. Denk je bij aan Resident Evil 2, nog lang niet uitgespeeld. Days Gone, nog lang niet uitgespeeld. Mortal Kombat, story mode wel uitgespeeld. Maar de rest nog niet. Nog helemaal geen arcade mode of wat dan ook gedaan. Zit even naar beneden. Blood and Truth moet ik ook nog überhaupt spelen. Crash Team Racing. Daar ben ik ook nog helemaal niet ver mee. Dus het is weer... Mijn concentratie is niet heel. Maar ik merk dat ik de laatste tijd een beetje in een oldschool shooter sfeertje ben beland. Zo heb ik de game Amid Evil gespeeld. En Amid Evil is... sowieso trouwens, dames en heren. De oldschool shooter is in een renaissance. Het is weer helemaal terug. En ik vind het helemaal fantastisch. Als je een beetje fan bent van Quake. Of van Doom. Het origineel. Of van... Hexen. Shadow Warrior. Blood. Nou goed, in die periode... Het is alsof de jaren 90 weer herleven. Zo is Blood. Onder andere geremasterd een paar maanden terug. Heb ik helemaal doorheen gespeeld. Echt te gek. Helemaal fantastisch. Doom op de Switch is natuurlijk uitgebracht. Nu ben ik daar ook weer in gaan duiken deze week. Ondanks mijn klachten van de afgelopen, pak een beet 2 weken. De nieuwe Switch-port van Doom is gewoon echt niet zo goed. Maar, het blijft wel Doom. Weet je wel? Maar ik ben het nog aan het spelen omdat ik merk dat ik meer research wil doen. Ik wil weten wat er nou allemaal mis is met die versie. Dus zit ik Doom op mijn Switch te spelen, waarom niet? Maar dat soort type games zijn weer back. Zo heb ik al Dusk gereviewd op GamingGeeks.nl. Dusk is fantastisch. Old school shooter. Ik heb Amid Evil heb ik dus uitgespeeld. En dat is een... dat is wat je krijgt als je Quake combineert met Hexen of Heretic. En nogmaals, als deze namen je helemaal niks zeggen... Dan zou ik ook zeggen, blijf vooral weg van die games. Want dan heb je er helemaal niks aan. Maar het is echt weer die oude stijl. Zonder al te dik verhaal. Zonder al te veel gezeik. Er zijn ook geen... echte objectives. Het enige wat je moet doen is naar het einde van een level zien te komen. En alles wat in je weg staat, je zou het technisch gezien kunnen vermijden. Althans, bij de meeste van dit soort games. Alleen, je kan ze natuurlijk ook verrot knallen. Dat is waar het om gaat. Maar het is heel erg vet. Het is zo'n hele back-to-basics manier van designen. En over old school en wat oud is nieuw en wat nieuw is oud gesproken... Ik ben ook aan de slag gegaan met Wolfenstein. Jawohl. Wolfenstein Youngblood. Dat is ook een oude shooter. Die weer helemaal terug is van weg geweest. Nu is dat niet bepaald nieuw. Dat is al sinds 2014 geloof ik. Toen kwam Wolfenstein The New Order uit. En dat vond ik het een gekke game. Een paar jaar later kwam The New Colossus. Die vond ik wat minder. Maar...
Nu is er sinds een paar weken is er een nieuwe uit. En dat is Wolfenstein Youngblood. En Wolfenstein Youngblood is een apart geval. Het is namelijk een spin-off in deze serie. Die zich wel na het tweede deel afspeelt. Maar dit keer ligt de focus op co-op. En dat kan heel goed werken. Ik bedoel, je hebt een game. En die kan je nu met meer mensen tegelijkertijd spelen. Dus waarom niet? Ik heb deze game dan ook gespeeld met een van de andere geeks. Met Jeroen, om precies te zijn. En hij had nog nooit Wolfenstein gespeeld. Dus dat is best wel interessant om beide perspectieven te hebben in dat geval. Maar waar de nieuwere Wolfenstein games om bekend staan, zijn gewoon keiharde actie. Gewoon ongegeneerd een gang in met twee shotguns dual wielden en alles naar de kloten schieten. Tuurlijk, dat doe je sowieso in een shooter. Maar in Wolfenstein voelt het zo goed. Want de actie is snel en de actie is mooi en de actie is hard. En je merkt gewoon dat je... Ja, bam, bam, bam. Dat is een beetje het Wolfenstein gevoel, ja. Het speelt zich overigens af in een alternatieve tijdlijn, mocht je het niet kennen. En mocht je het sowieso niet kennen, raad ik je van harte aan om The New Order te spelen. Maar goed, het nieuw deel dus, Youngblood. Als je googelt naar deze game, dan merk je al wellicht, of dan kom je al heel snel dikke kritieken tegen. En die kritieken zijn best wel terecht, helaas. Wat wel tof is aan deze game, is het is een 30 euro spel. En wat het ding erbij is dat het is dus niet al te duur, maar het is wel een beetje gebaseerd op co-op. Ook als je kan trouwens in je eentje spelen, dat wel. Alleen dan moet je het met zo'n computergestuurd duwtje doen. Of dudetje doen. Want je speelt als een van twee vrouwen. Het werkt nooit echt zo goed. Weet je al, ik bedoel, echte spelers zijn dan altijd nog intelligenter dan computergestuurde poppetjes die soort van jouw commando's proberen te volgen. Je kan het dus in je eentje spelen, maar wat je ook kan doen is de Deluxe Edition kopen. En normaal betekent een Deluxe Edition alleen maar wat cosmetische itempiece. Nou ja, je krijgt een extra kleurtje voor je pak. Of voor je wapens. En dat is hier trouwens ook het geval. Daar niet van. Maar je krijgt daarbij ook een Buddy Pass. En een Buddy Pass houdt dus in dat iemand anders niet de game hoeft te kopen. Maar dat hij alleen maar een soort demo-versie hoeft te downloaden. En dan kan hij gewoon meespelen. Dus dat vond ik super chill. Dat was ook meteen voor mij een aanleiding om te zeggen, nou, we gaan hier gewoon voor. Dus dat is allemaal tof. Game ziet er ook goed uit. Dat is leuk. Alleen, ik heb hem nog niet uitgespeeld, moet ik erbij zeggen. Dus de volledige kritiek, mijn conclusie komt nog. Maar wat tot dusver gewoon echt compleet kloten is, dat is dat er niet echt goed is nagedacht over deze game. Je merkt gewoon dat er niet heel veel gedachtegang zit achter hoe de levels gedesigned zijn. Hoe de co-op überhaupt werkt, want co-op kan super tof zijn als je echt van elkaar afhankelijk bent. Als elk personage bijvoorbeeld echt aparte abilities heeft. Waardoor de ene bijvoorbeeld heel sneaky kan doen en alles stiekem kan uitschakelen. Terwijl de andere als een soort Rambo erop afgaat. Nu kan je natuurlijk wel die aanpak nemen hier. Je hebt bijvoorbeeld een ability dat eentje cloaked kan gaan en de ander kan er gewoon inrammen. Alleen werkt het allemaal niet zo goed. En het is allemaal een beetje uitwisselbaar. Dus hoe deze game co-op verplicht maakt, tussen aanhalingstekens, is dat je deuren hebt waarbij je met z'n tweeën er dan doorheen moet. Weet je wel, dus er gaat één speler staan, help me met deze deur! En dan komt de andere erbij en oh ja, ja, nu kunnen we met z'n tweeën door. En dat is het eigenlijk wel een beetje. Het is verder ook niet heel, hoe moet ik het zeggen? Het is niet heel inspirerend. Het is niet heel creatief, deze game. En dat is jammer, want juist die eerdere Wolfenstein games waren super creatief. Dat was gekke wapens, gekke locaties, die grote robothonden, de Panzerhund, dat was super vet. En dit is game nummer 4, Youngblood, ja, nummer 4 in de nieuwe Wolfenstein-reeks. En die Panzerhunden zijn nu gewoon niet zo indrukwekkend meer. Het is een game die soort van vergeet om een stap vooruit te zetten. En die
een beetje doet, ja, hier is meer Wolfenstein, maar dan nu met z'n tweeën. En dat kan tof zijn. Ik moet zeggen dat ik er nog niet heel erg van onder de indruk ben op dit moment. Ik moet dan wel zeggen dat Jeroen, die hier nu niet is, maar ik kan denk ik wel voor hem spreken. Die heeft nog nooit een van de andere Wolfenstein games gespeeld. Jeroen, als je dit hoort, schaam je. Ik zal het ook in privé aan hem doorgeven. Maar die is dan heel weer zo van, oh, deze actie is vet. Oh. En dan zit ik van, ja, dit ken ik allemaal. Dus ik merk dat hij het wel een stuk leuker vindt. Waren het niet dat wij allebei wel zitten te klagen over dezelfde paar dingetjes, zoals het rare level design en dat soort dingen. Maar ja. Nogmaals, als je een beetje googelt naar Wolfenstein Youngblood, dan ga je heel veel gezeik tegenkomen. De game heeft microtransacties trouwens. Wat fucking bullshit is. In een fucking co-op game. Alle andere Wolfenstein games hadden naar mijn weten nog helemaal geen microtransacties. Dus waarom het hierin zit, ik heb geen flauw idee. Het is eigenlijk belachelijk. Het is te belachelijk voor woorden dat het erin zit. Vooral omdat het een hele gesloten... Het is een campaign, weet je wel. Het is gewoon, je gaat door levels heen en je knalt die dingen kapot. En zodra de credits lopen, zijn ik en Jeroen er waarschijnlijk gewoon klaar mee. En dan, weet je wel, gaan we door naar het volgende spel. Die we wellicht samen kunnen spelen. Of we gaan ieder onze eigen weg. Het is... Maar wat ik al zei, ik heb 4 uurtjes gespeeld. Ik kan nog niet helemaal zeggen dat het super kut is. Want misschien wordt het nu al ineens heel vet en komt de creativiteit naar boven. Alhoewel ik dat betwijfel. Meestal kan je dan binnen een paar uur wel een soort van halve conclusie trekken. Wat ik bij deze dus heb gedaan. Het is lekkere schietactie, dat wel. Want de besturing blijft hetzelfde en de knalactie blijft soort van hetzelfde. Alleen zijn er heel veel details die nog niet echt chill zijn. Goed, zometeen ga ik het hebben over... Dan ga ik het eigenlijk allemaal over hebben. Nou, onder andere over No Man's Sky, over The Outer Worlds, Pokémon Go... en de PlayStation 4, die heeft een nieuw hoogtepunt bereikt, dames en heren. Dat is echt prachtig dat we daar nog middenin zitten. Maar eerst, heb jij het grote nieuws al meegekregen? Het grote nieuws van deze week, die eigenlijk niet eens zozeer met games zelf te maken heeft... maar meer iets wat met games heel veel geassocieerd wordt. Namelijk Ninja. Dat is een hele grote streamer. Ik las van de week dat hij vroeger een Halo pro-speler was. Wat ik wel heel grappig vond om te lezen. Maar deze dude is fucking populair. Het is een gast die volgens mij bijna elk denkbaar Twitch-record wel heeft gebroken. Dus aantal subscribers, aantal viewers tegelijkertijd per broadcast en bla bla bla. Hij heeft onder andere met Drake heeft die Fortnite zitten spelen. Nou, dat soort dingen. Super populaire gast. Deze week kondigde hij ineens aan op zijn Twitter-account dat hij exclusief gaat streamen op Mixer. En Mixer is een streamingdienst. Niet à la Netflix of Google Stadia. Maar waar je broadcasts kan bekijken van gamers die daar aan het gamen zijn. Natuurlijk hebben we andere namen binnen dit spectrum, zoals Twitch, waar Ninja eerst op streamde. En YouTube, daar kan het ook. En Mixer is dat is de streamingdienst van Microsoft. Die heeft dat al een paar jaar zitten promoten. En dat is wel logisch, hè. Gaming, streaming en dan Microsoft en Xbox. He, dus die combo die kan je wel een beetje voor je zien. En Ninja die zal daar fulltime gaan streamen. Hij benoemt zelf in meerdere filmpjes heeft hij gezegd... Oh ja, ik ga terug naar mijn roots dankzij deze deal. Want laten we eerlijk zijn, hij gaat exclusief op Mixer streamen. Dat betekent dat hij waarschijnlijk een shitload aan geld heeft gekregen van Microsoft... om daar te gaan zitten. Dus heel slim. En hij gaat dus fulltime, hij gaat weg van zijn Nessie waar hij... gewoon veilig zit. Waar die weet ik hoeveel subscribers heeft. Waar die weet ik hoeveel viewers heeft. Waar die weet ik hoeveel geld binnenhaalt. En waar die nu... nu gaat hij daar weg. Hij gaat gewoon naar Mixer toe. Naar een ander platform. En ik vind het heel interessant dat dit gebeurt. Want alhoewel vele streamers zeg maar Twitch partners zijn. Waarbij je een soort van exclusiviteitsdeal tekent. Geloof ik. Als je Twitch partner bent, krijg je zeg maar allerlei... Hè, dan krijg je salaris van Twitch. En dan
natuurlijk op basis van je aantal views en dat soort dingen. Waarschijnlijk krijg je ook allerlei dealtjes en zo. En mag je naar de backstage lounge van Twitch tijdens Gamescom en dat soort dingen. Maar er is dan wel een voorwaarde dat je alleen maar op Twitch streamt. Anders ben je geen Twitch-partner. Wat op zich logisch klinkt. Maar dit is naar mijn weten de eerste keer dat er een transfer zoals deze plaatsvindt. Dat een andere streamingdienst zegt... Yo, willen jullie exclusief naar mij toe? En dat er dan een smak met geld wordt neergegooid. Ik vind het super interessant. Twitch is op dit moment ongetwijfeld de grootste binnen dit hele streaming of het streamen van games. Kijken business. YouTube worden ook heel veel gamestreams uitgezonden. Ik weet nou niet hoe populair het is. Google heeft ook het specifieke platform daarvoor, YouTube Gaming, al de nek omgedraaid. Nog geen jaar nadat ze het gelanceerd hadden of zo. Dus dat is ook geen succesvol dingetje geweest. En Microsoft, ja, die heeft dus Mixer. Die kocht in 2016 kochten ze het platform Beam. Beam! En dat werd toen Mixer, ja. Wat ik hier dus heel interessant aan vind, is dat je dus merkt dat de streamers nu echte belangrijke personalities worden. De eerste stream van Ninja op Mixer is inmiddels al geweest. Die heeft iets van 90.000 concurrent views ook gehaald. Hoger dan wat hij gemiddeld op Twitch behaalde. Wat in dit geval logisch is, want mensen zijn dan toch benieuwd en gaan dan allemaal kijken. Maar ja, het feit dat mensen dus heel erg benieuwd zijn en nu naar Mixer gaan om daar zijn stream te bekijken, dat lokt natuurlijk wel mensen daarheen, naar dat platform. Dus, en Mixer stond volgens mij op nummer 1 in de App Store, in de Apple App Store, op de dag dat het bekend werd gemaakt. Dus het werpt al een beetje zijn vruchten af. Of dat voor de long run gaat zijn, dat moeten we natuurlijk nog maar zien. Maar ik vind het eigenlijk wel interessant. Ik ben heel benieuwd of Twitch ook nu wat meer aan de touwtjes gaat trekken. Want van wat ik een beetje begrijp is dat Twitch... Ja, die laat mensen een beetje in de steek, heb ik het idee. Ze laten het een beetje zo varen en het zal wel. Ze bannen de ene persoon die een kat achter haar gooit. Die bannen ze meteen. Terwijl de andere, een ander iemand die dat doet, dat laten ze zeg maar gaan. De regeltjes zijn daar een beetje onduidelijk. Er is heel erg... Volgens heel veel mensen is er duidelijk sprake van vriendjespolitiek. Nu zit ik zelf niet heel erg in die streaming business. Zeker niet zeg maar op internationaal niveau. Dan al helemaal niet. Ik bedoel, ik vind zelf bepaalde streamers heel erg leuk om naar te kijken. En ik denk dat als die zouden overstappen naar een ander platform, dat ik dan ook wel daar zou gaan kijken. Ja, als Dr. Disrespect, ik vind die gast echt super grappig. Dat is een streamer die speelt voornamelijk Battle Royale games. En die doet dat dan met een zonnebril op en een pruik. Nou goed, die gast is helemaal gestoord. Het is een typetje, zeg maar. Een typetje die denkt dat hij overal de beste in is. En dat, dat levert hele grappige situaties op. Maar als die ineens zou zeggen... Hey, ik ga ook exclusief naar Mixer. Ja, I don't care. Ik ga wel naar Mixer toe, weet je wel. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat verder gaat zitten. Ik moedig het alleen maar aan trouwens. Ik heb zoiets van, tuurlijk Microsoft, probeer maar wat van je platform te maken. Of dat nogmaals echt gaat gebeuren, dat moeten we nog maar zien. Maar prima, ga je gang. Je hebt niks te verliezen. Nou oké, heel veel geld. Maar Microsoft, weet je, ik bedoel, een fucking groot bedrijf. En Twitch, je zou denken dat Twitch hetzelfde nu zou doen. Want daar zit Amazon weer achter. Dus ik hoop juist dat dat gaat gebeuren. Dat nu al die partijen denken, oh, die personalities die wij hebben op onze platforms zijn wel echt belangrijk. Want wat Twitch doet, ja, als ik heel eerlijk moet zijn, ik vind Twitch een beetje een kutwebsite. Het is gewoon, de player is niet snel. De advertenties die ze hebben, het is er vaak eentje en die wordt dan 30 keer afgespeeld, tenzij je natuurlijk abonneert op een stream. Maar goed, ik vind dat zelf een beetje... Ja. Zit ik eraan vast of zo? Ik vind dat altijd een beetje onduidelijk. En ik vind het trouwens helemaal niet erg om een advertentie te kijken, daar niet van. Ik ben een beetje tegen adblocker, omdat je dan de gehele markt verstoort. Maar goed, wie ben ik? Eén dude die soms graag naar streamers kijkt. Dus ik heb zoiets van, prima. Koop elkaar maar over. Kijk maar wat er gebeurt. Een beetje hetzelfde wat ik heb met de Epic Game Store. Dat je... die is ook heel erg aan Steam aan het trekken. Van, haha, wij hebben exclusieve games. Haha.
En ik denk dat dat echt wel zijn vruchten gaat afwerpen. Zeg ik dat goed? Ja, whatever. Maar dat mensen uiteindelijk wel naar die Epic Games Store gaan. Dus ik denk ook dat door deze move sowieso de diehard Ninja fans, die gaan allemaal naar Mixer. Ik moet alleen wel zeggen dat de status van Mixer op dit moment, ik zal even nu voor de gein ook tijdens deze opname even kijken wat er nou allemaal aan de hand is daar. Het is namelijk best wel treurig als je kijkt naar wat daar het allerpopulairst is. Ik bedoel, ik zit nu op de website van Mixer en het eerste wat er oppopt is Music, Radio 80. En dat is volgens mij gewoon een livestream die liedjes afspeelt. En als ik ook ga naar meest populaire streams, dan staat er op nummer 1 ook Monster Cat Radio. En dan daarna Apex en een Paladin stream. En dan hebben we het over zeg maar 2000 viewers en zo. En nou is dat helemaal niet slecht, want hey, als ik 2000 viewers zou hebben live op een stream, dan graag. Maar het design van de website is vet. Het lijkt allemaal prima te werken. Ik heb wat rondgesnuffeld her en der. Dus ja, ik vind het eigenlijk wel spannend. Ik heb zoiets van, ja, ga je gang. Concurreer maar, want de mensen die daar straks hopelijk het hardste van gaan profiteren van al die concurrentie, dat zijn jij en ik. Dat zijn degenen die uiteindelijk de boel gaan gebruiken en die straks wellicht betere diensten daardoor hebben of een beter aanbod van content. En dat is uiteindelijk waar iedereen naartoe zou moeten streven. Dus ik vind het super boeiend. Laat de streamoorlog maar beginnen, dames en heren. Google, maak van dat YouTube nou eens een keertje wat goeds. Want dat stort ook elke dag half in elkaar. Twitch moet een keertje zijn shit op orde krijgen en met strakke regels komen die voor iedereen duidelijk zijn. En niet zeg maar de ene meer voordeel geven dan de ander. En niet bizarre eisen stellen. En een goede player, dat zou ook wel eens fijn zijn. En ik hoop dat Twitch, dan wel Mixer, iets gaan doen met video on demand. Dus gewoon video's kijken. Want YouTube heeft daar op dit moment ook een soort monopolie in. En ik denk dat er wel weer behoefte is aan een nieuwe videowebsite die daadwerkelijk een niche weer kan voorzorgen om daarna weer breder te gaan worden. Dus Microsoft, gratis tip bij deze. Laat mensen video's uploaden. Want wie weet wat er dan nog allemaal kan gaan gebeuren met je streamplatform. Ik denk dat we dit over een jaartje weer gaan bekijken. En dat we dan ook oprecht kunnen zeggen of Ninja's aanwezigheid voor de iets wat langere termijn, of dat heeft geholpen of niet. Ik denk voor nu al dat Microsoft en Mixer meer dan tevreden zijn over deze aanschaf, als het ware. We weten overigens niet hoeveel Ninja heeft gekregen en zo hiervoor, maar dat zal wel genoeg zijn. Ik vond het ook trouwens heel opvallend, laatste dingetje dan hierover, dat hij continu zei van ja, ik kan nu teruggaan naar mijn roots. En als ik moet gokken waar dat over gaat, dan heeft dat te maken met hoe erg afhankelijk je bent van je kijkers als zijnde Twitch streamer. Nou, is dat logisch natuurlijk, hè? Een televisieprogramma moet ook goed bekeken worden, wil het on-air blijven. En een radiozender, daar moeten mensen ook naar luisteren, anders, hè? Gaat het ook niet goed. Zeker de commerciële gaan dan natuurlijk gewoon failliet. Maar ik las ook laatst dat hij een paar dagen vrij had genomen of zo, en dat hij 40.000 subscribers had verloren. Wat heel veel inkomsten is natuurlijk, die in één keer weggaat. Ik denk niet dat Ninja hoeft te klagen over zijn inkomsten, maar alsnog. 40.000 subscribers in één keer weg is dan wel heel veel. En wat ik hieruit ontcijfer, uit dat hele, oh, ik kan teruggaan naar mijn roots. Ik krijg nu gewoon een vast bedrag sowieso van Microsoft, van Mixer. Waardoor hij gewoon zoiets heeft van, prima. Ik hoef alleen maar zeg maar zoveel uur te streamen elke week. En ik kan lekker doen wat ik wil. Maakt me helemaal niet uit of ik Drake wel of niet in mijn stream kan krijgen. Het maakt helemaal niet uit hoe of wat. Ik denk dat het daarmee te maken heeft. En als hij zich daardoor beter gaat voelen en zo, ik denk dat zijn portemonnee sowieso heel blij is met deze deal. More power to him, want waarom niet? Goed. Gaan we naar de andere headlines van de afgelopen week. En dat zijn er heel wat. Want ja, wat ik al zei, laat het najaar maar beginnen, jongens. Ik heb er heel veel zin in. Allereerst is er een release date bekendgemaakt voor No Man's Sky. De nieuwe grote update voor de ruimte en crafting game No Man's Sky, om precies te zijn.
Die komt binnenkort uit. Dat heeft ontwikkelaar Hello Games bekendgemaakt via hun website. De update die draagt de naam No Man's Sky Beyond to Infinity and Beyond. Oké. Toy Story 4 was best wel leuk trouwens. Volgens de ontwikkelaar voegde de update een nieuwe multiplayer ervaring toe. Wat dat inhoudt, geen idee. Er zit volgens mij al multiplayer in No Man's Sky. Wel voegt deze update VR support toe voor zowel PC als PlayStation 4. Dus je kan gewoon straks de hele game in virtual reality meemaken. En dit vind ik oprecht heel tof. Ik vind zelf No Man's Sky, zeg maar de basis gameplay en zo, vind ik super saai. I don't care. Maar dat je dat dan in VR kan doen, dat is wel heel erg tof. Vooral omdat deze update gratis is. Heel lang hoef je er ook niet op te wachten. No Man's Sky Beyond, die verschijnt 14 augustus. En wat ik al zei, de update is gratis voor alle eigenaren van No Man's Sky. Dus of je nou hem op PS4 hebt of PC, Steam. Gewoon updaten die handel en dan zit alles erin. No Man's Sky heeft echt een soort... ja, hoe moet ik het zeggen? Een soort redemption verhaal gehad. Toen het launched in 2016, bijna 3 jaar geleden inmiddels, dat was echt een klote game. Het had helemaal niks van wat het beloofde. Een paar maanden daarna kwamen ze al met de eerste grote patch uit die heel wat dingen fixte en wat dingen toevoegde. Vervolgens kwam daar base building bij en space station building en weet het allemaal. En nu dus ook nog eens VR support en meer multiplayer mogelijkheden. Dus ik zeg lekker bezig Hello Games. Wel heel jammer dat het niet bij launch was. Want nu iedereen zo positief praat over No Man's Sky. En goed, ik zou ook meteen zeggen, nou, leuk dat jullie nu VR toevoegen. Top. Alleen wat je daarmee natuurlijk wel creëert is een beetje het sfeertje van, oh hey, my games hoeven we dus helemaal niet meer af te maken. We kunnen het gewoon achteraf updaten. En dan zijn gamers ook tevreden. Dat moeten we niet hebben. Dat moeten we echt niet hebben. Echt niet. Vind ik dan. Open World RPG, The Outer Worlds, die komt naar de Nintendo Switch. Wat? Dat hebben Nintendo en uitgever Private Division afgelopen week aangekondigd. De game wordt gemaakt door Obsidian, de studio achter Fallout New Vegas. Oh, dat was zo'n goede game. De port wordt door een externe studio afgehandeld, de game zelf. Of wanneer de Switch-versie verschijnt, dat weten we nog niet. De PlayStation 4, Xbox One en PC-versies komen 25 oktober uit. Overigens moet ik hierbij zeggen, dit is een disclosure. Ik, Jim, hallo, die werkt voor het marketingbedrijf die de PR doet voor de uitgever Private Division in de Benelux. Dus neem alles wat ik zeg met een korreltje zout. Ik moet alleen dan wel daarbij meteen zeggen dat ik heel erg veel zin heb in deze game. Dit is eigenlijk gewoon een nieuwe singleplayer Fallout, maar dan op buitenaardse planeten. En ik vind daar helemaal niks mis mee. Fallout 3 vond ik echt fantastisch. Fallout New Vegas was eigenlijk gewoon een nieuwe game met dezelfde tools, maar dan wat uitgebreider. Zoals dat je mensen had die met je mee konden lopen. Companions. Was heel erg verhaal gedreven. En daarna kwam Fallout 4. Die was ook wel leuk, maar die was wat meer casual. Het was wat minder RPG en wat meer shooter. En ook base building erin die niet goed werkte. In Fallout 4. En ja goed, daarna kwam Fallout 76. En ik denk hoe minder we daar op dit moment over zeggen, hoe beter. En ja, dit is een beetje weer back to basics als het gaat om Fallout. Althans, het oogt heel erg als Fallout 3 en New Vegas. Maar dan nogmaals mooier en op een buitenaardse planeet. Wat ik al zei, ik werk voor het bedrijf die de PR doet. Maar ik heb hier echt wel zin in. Ben ook benieuwd hoe deze, echt benieuwd hoe deze het gaat doen. Want het komt op dezelfde dag uit als Call of Duty Modern Warfare. Alleen denk ik wel dat dat twee compleet andere doelgroepen zijn die hiermee te maken hebben. Dus in dat opzicht denk ik dat het zijn publiek wel gaat vinden. Ja, we gaan ook zien hoe de Switch-versie draait. Verder weet ik daar oprecht ook helemaal niks verder van. Er is weer nieuws rondom Pokémon Go. Ja, de laatste paar weken praat ik heel erg veel over mobile games sinds dat Harry Potter Wizards Unite is uitgekomen. Ik ben dol op die game. Ik zeg dan ook, als ik Pokémon Go had ontdekt, tussen aanhalingstekens, toen het uitkwam, dan was ik waarschijnlijk ook verslaafd geweest. Maar goed, er is nieuws over Pokémon Go. Niantic en de Pokémon Company hebben namelijk aangekondigd dat Pokémon Go al meer dan 1 miljard keer gedownload is. 1 billion downloads. Wauw.
Nu moet erbij gezegd worden dat dit inclusief herinstallaties is. Dat dan weer wel. En natuurlijk over alle mobile platforms. Want hey, het is een mobile game. Binnen het eerste jaar behaalde de app al 500 miljoen downloads. Dus het is sindsdien wel significant langzamer gegaan met het aantal installaties. Maar dat doet natuurlijk niet af van het aantal downloads. En het feit dat Pokémon Go dus nog steeds ongelooflijk populair is. Er worden nog steeds events georganiseerd. Nog steeds updates uitgebracht. Ik hoor nog steeds heel veel mensen erover. Dus ja, Pokémon Go. Nog steeds super populair. En waarom ook eigenlijk niet? Want ja, als het nog steeds leuk is, dan juich ik dat ook alleen maar toe. Ik hoop alleen wel dat ze Harry Potter Wizards Unite binnenkort gaan updaten. Want er zijn nog wel een aantal dingen. Oeh man. Daar is nog heel veel mee mis, laat ik het zo zeggen. En ook dat is een understatement trouwens. Echt een understatement. Dat nieuws over een leuke PlayStation game. Ja ja, laten we even naar de consoles gaan. Van PC naar mobiel naar consoles. De PlayStation exclusive Concrete Genie die heeft namelijk een release datum. Dit is een spel waarin je als een jongen speelt die Gravity tot leven kan laten komen. Het is een zeer unieke artstijl. Het is echt... Oh, ik en Johan, Gamergeek Johan, wij zitten elkaar... Nou ja, ik ga nu overdrijven, maar het is leuk voor het plaatje. We zitten elkaar dagelijks te appen over hoe fucking vet deze game wordt. Het ziet er zo mooi uit. En het heeft een charme die ik... Ik kan mijn vinger die niet opleggen, maar dit is gewoon zo'n spel dat ik denk... Oh, dit wordt gewoon mooi. Dit is mooi, man. Ja, hoezo? Games zijn geen kunst. Oh, man. De game wordt gemaakt door Sony Studio Pixel Opus. En de release datum is dus bekend. Hij komt 9 oktober. Dat betekent dat hij in dezelfde maand verschijnt als de Medieval Remake. En net zoals die Medieval Remake gaat Concrete Genie slechts €30 kosten. Heel eerlijk, ik had verwacht dat deze game gewoon de volle €60 zou gaan zijn. En daarbij ook heel eerlijk, ik had dat er gewoon voor over gehad. Want wat ik al zei, de game ziet er fantastisch uit. Mocht je de audioversie luisteren, zet na deze podcast even YouTube aan. Tik in Concrete Genie en word amazed over hoe vet deze game eruit ziet. Ik denk echt dat dit een hele toffe PlayStation hit kan worden. Het zal geen mega blockbuster worden als Spider-Man of God of War of The Last of Us Part 2. Of Death Stranding. Maar ik denk dat Sony echt wel een goed najaar heeft met Concrete Genie, Medieval en dan natuurlijk de klapper voor Sony, Death Stranding. En natuurlijk komen alle grote multiplatform games komen ook naar PlayStation 4. Dus ze hebben niks te klagen. Waar ze ook al helemaal niet over hoeven te klagen, dat zijn de verkoopcijfers van de PlayStation 4. Want we hebben een nieuwe mijlpaal, dames en heren. Holy fuck. De PlayStation 4 is namelijk 100 miljoen keer verscheept. Holy shit. 100 miljoen. Daarmee staat de console nu op de 4e plek van de best verkochte consoles aller tijden. En dit is dan als we de handhelds niet meetellen. Want als je die wel meetelt, dan komen de DS en de Game Boy komen er dan tussen. Maar als het gaat om puur en alleen consoles die je aan moet sluiten op de televisie, dan staat de Wii staat op dit moment op nummer 3 met 101,6 miljoen. De PlayStation 1 staat op de 2e plek met 102,5 miljoen. En de PlayStation 2 die blijft voorlopig ook wel domineren met 155 miljoen verkochte exemplaren. Wel doet de PlayStation 4 het sneller dan de eerder genoemde consoles. Dus die heeft sneller de 100 miljoen bereikt dan alle drie die ik zojuist noemde. Dus ja, bijzonder. Ik kan me namelijk herinneren dat rond 2012 en 2013, dus vlak voordat de Xbox One en de PlayStation 4 uitkwamen, toen was er zo'n sfeertje overal. Iedereen zei toen soort van, consoles zijn dood. Het gaat nergens meer heen met die consoles. Niemand heeft er meer behoefte aan. Iedereen gaat op PC spelen of op mobile. Het is klaar met consoles. En nu zijn we 6 jaar verder en heeft de PlayStation 4 gewoon 100 miljoen exemplaren verscheept. Ze zijn nog niet allemaal verkocht, maar dit betekent dus dat ze of in de winkels liggen of bij mensen thuis. Dus ja, wat is dan het verschil? Geen idee. Overigens waren er ook goede cijfers voor de Nintendo Switch, zag ik ergens. Volgens mij iets van 37 miljoen of zo al, of 38 miljoen. Die gaat ook lekker, die Switch. Hoe gaat het met de Xbox One? Dat weten we niet. Microsoft publiceert al een tijdje geen cijfers.
Waarschijnlijk omdat ze natuurlijk vergeleken worden met de PlayStation 4 die Xbox helemaal inmaakt. Maar ik ben dan wel weer heel erg enthousiast over de toekomst van Xbox en waar ze naartoe gaan. Microsoft gaat namelijk veel meer richting diensten en het feit dat al hun games ook op PC te spelen zijn, wat voor mij een grote plus is, want hoef ik geen Xbox te kopen. Dan die Switch, ja. Als je daar bijvoorbeeld wat meer titels van wil hebben van third party, dus niet van Nintendo zelf. Nou ja, als je dan op zoek bent naar EA-titels, dan moet ik je gaan teleurstellen. De CEO van EA, Andrew Wilson, hello, my name's Andrew Wilson, I'm an Australian CEO of EA Games. Hij heeft bij een aandeelhoudersmeeting heeft hij gezegd dat het publiek van de Nintendo Switch niet zit te wachten op titels van de uitgever. We are EA, we think people don't care about our fucking games. Hij vermeldde dat daarbij ook dat de meerwaarde van een Switch game niet heel is, of althans het overbrengen van games naar Switch, als titels al verkrijgbaar zijn op andere platforms. Hij doelt hiermee op het feit dat heel veel Switch-bezitters ook een PlayStation 4 of ook een PS4 of ook een PC hebben. Waardoor, ja, dat zijn dan betere versies, meestal, van de games die ze uitbrengen. Dus ja, waarom zou je dan? Waarop ik dan zeg, yo, EA, de Switch is portable, weet je al? De PlayStation 4 niet. Dus ik vind het een beetje onzin dit. EA heeft tot dusver slechts 4 games naar het Nintendo-platform gebracht. FIFA 18, FIFA 19, V en Unravel 2 zijn allemaal te vinden op de Switch. In september komt daar een 5e bij. Dat is namelijk FIFA 20. Oh my god. Maar meer moeten we dus, ben ik bang, niet verwachten. Want EA zegt waarom zouden we? Wat ik al zei, ik vind het dikke vette bullshit. Er zijn nu, wat ik net al zei, 37 miljoen Switches zijn daar. Er is een groot publiek. En er is een groot publiek die bepaalde games gewoon echt veel liever op een handheld speelt. Zoals die indies. Ik denk ook dat ze een Plants vs. Zombies heel graag op de Switch zouden willen zien. Of The Sims op de Switch. Ik denk dat ze daar gewoon potentieel heel veel geld laten liggen. Damn, The Sims op de Switch. EA, gratis tip. Ik denk dat dat heel veel geld zou opleveren. We are EA. We don't think we should spend any more money. We just wanna earn fucking money. Ja. Is goed met je. Activision, een andere grote uitgever, die ook heel vaak gezeik over zich heen krijgt. Kreeg deze week heel veel gezeik over zich heen. En dat heeft te maken met Crash Team Racing. Oh mijn god. Deze week is er een update uitgebracht voor Crash Team Racing Nitro Fueled. Dat is een remake van een kartracer uit de jaren 90. Ik heb daar twee uurtjes van gespeeld. Ik vind het echt helemaal fantastisch. De update die voegt een nieuw circuit toe. En microtransacties. Ik neem even een slokje. Laat het even bezinken. Een remake van een 20 jaar oud spel die microtransacties toegevoegd krijgt. Wat houdt dit in? Er is namelijk een digitale store waarin je cosmetische items, zoals skins, stickers en accessoires voor je kart kan halen. Die moet je kopen met zogeheten Wampa Coins. En die Wampa Coins die kan je verdienen in-game. Maar je kan ze nu dus ook kopen. Waardoor het natuurlijk één grote grind wordt om alles te unlocken. En dat Activision dan zegt, hey, maar je kan zo kopen. Dus kopen. Yay. Het is overigens niet de eerste keer dat Activision, de uitgever, achteraf microtransacties toevoegt aan een game nadat deze al is uitgekomen. Ze deden het voorheen ook bij Call of Duty Modern Warfare Remastered. Oh my god. En Call of Duty Black Ops 4. Daar kwamen achteraf ineens random microtransacties en fucking lootboxes en weet ik wat allemaal. Van daarbij. Veel gamers die hebben begrijpelijk gefrustreerd gereageerd op dit nieuws. Met name dus omdat het een remake is van een oude game waarin dit soort praktijken nog lang niet aanwezig waren in 1999. Kappen met die shit. Dat nieuws over Riot Games. Dat is de studio achter de populairste MOBA van dit moment en eigenlijk al van 10 jaar lang. League of Legends.
zelf niet zo'n groot fan van, moet ik heel eerlijk zeggen. Wel een tijdje uitgeprobeerd. Sterker nog, ik begon er een beetje in te komen, maar ik vond toen dat die community was zo toxic. De coach en carry, je had geen idee wat je aan het doen was, weet je wel. Je had ook een laag level profiel, dus weet jij veel. En dan ging je een lane op en dan was het dan, what the fuck are you doing? Fuck you. En dan allemaal scheldwoorden. En dan kreeg ik een report, weet je wel. Fucking losers. Anyway, de makers daarvan, die zijn bezig met een nieuwe game. Volgens een van de bedenkers van het fighting toernooi Evo, die nu bij de ontwikkelaar werkt, wordt het een fighting game. Een paar jaar geleden kocht Riot de studio Radiant Entertainment, die gespecialiseerd is in het genre. De afgelopen jaren heeft het fighting genre een aantal nieuwe titels gekregen. Het was een soort van, ook een renaissance. Mortal Kombat 11, Samurai Showdown, Soul Calibur 6, Dragon Ball FighterZ en, als we die mee mogen tellen, Super Smash Bros. Ultimate. Dus het fighting genre is, het is nooit echt weg geweest natuurlijk, maar krijgt nu weer daadwerkelijk meer games. En ook van hoge kwaliteit, als ik de critici mag geloven. Alhoewel League of Legends al bijna 10 jaar aan de top staat, de laatste tijd heeft het nog een extra boost gekregen door de teammode Teamfight Tactics. Iets wat wederom een eigen subgenre dreigt te worden, want ook Valve is bezig met een dergelijke game genaamd Dota Underlords. Ja, ik snap nog niet echt heel erg wat dit inhoudt. Maar het heeft in ieder geval te maken met dat je een paar characters kiest. En het andere team kiest dan een aantal characters. En die gaan dan een soort van tegen elkaar vechten. En dat moet je dan om en om doen totdat jouw hero character dood is of zo. Ja, je merkt het al. Ik snap het nog niet heel erg goed. Maar het is nu heel erg populair. Sterker nog, ik vind het bijna raar dat het nu nog een game mode is binnen League of Legends. Althans, van wat ik ervan begrijp is dat het nog geen aparte game is. Maar, wederom interessant, dat zij dus nu een fighting game gaan maken. Ze willen dit breder aan gaan pakken dan de meeste fighting games. Want heel veel fighting games, ze zijn tof, maar ze zijn heel hardcore. Weet je, als je er een beetje in wil komen, dan heeft dat echt heel veel dedication nodig. En er zijn, als ik nu waarschijnlijk online ga bij Mortal Kombat, ook al heb ik dus nog nooit online gespeeld bij Mortal Kombat, word ik helemaal ingemaakt door mensen die al die gekke, zieke combo's al weten en mij kunnen stunlocken vanaf de eerste seconde. Voor mij veel te frustrerend, daarom speel ik nooit online fighting games. Echt nooit. Maar ze willen dit wat breder aan gaan pakken. En hoe vet is het, zeg maar, dat de ontwikkelaar van een van de grootste online games, die al 10 jaar lang super populair is, dat zij dus nu in het genre gaan duiken. Sowieso is het natuurlijk heel erg interessant om te zien wat er uit de stal van Riot komt. Want deze fighting game gaat letterlijk hun tweede game worden. Ze heette Riot Games, maar ze hebben nog maar één game. League of Legends. Dan als laatste nieuwtje van deze week. Er is een nieuwe maand aangebroken. En dat weet je, 4 augustus. Hallo. Althans, datum van opname is 4 augustus. En dat betekent dus dat er voor abonnees van online diensten van consoles zijn weer wat gratis titels die je kan toevoegen aan je bibliotheek, dan wat downloaden, dan wat spelen. Laten we eerst naar de PlayStation gaan. Daar zijn namelijk Racing Game, Wipeout, Omega Collection en Sniper Elite 4. Die kan je deze hele maand gratis binnenharken. Voor PlayStation Plus leden dan. Allebei voor PS4. Abonnees van Xbox Live Gold of Xbox Game Pass Ultimate, die worden deze maand blij gemaakt met, let u op, Torchlight, dat is een RPG, Castlevania, Lords of Shadow, Forza Motorsport 6 en Gears of War 4. En die laatste doen ze natuurlijk omdat volgende maand Gears 5 gaat verschijnen op Xbox One en PC. Dus ik zeg voor beide partijen een supersterke line-up. Dus ik zou zeggen, voeg ze sowieso toe aan je bibliotheek. Moet je natuurlijk elke maand sowieso doen. Maar dit is echt fantastisch. Dit zijn echt hele goede games. Je moet er natuurlijk wel van elk genre moet je houden. Maar daarin kan je veel slechter doen in al die genres. Dus helemaal top. Dus ja, dat waren een beetje de nieuwtjes van deze week. Ja, er is gewoon geen het mag dan wel augustus zijn, maar er is gewoon geen saaie week. En dat is een goed ding. Ik ga nog even naar de mailbox. Ja, de mail. podcast@gaminggeeks.nl. Dat is het mailadres waar jij de hele week 24 uur per dag, 7 dagen per week, 60 minuten in elk van die uren. Ja. Kan jij mailen naar podcast@gaminggeeks.nl. Dan kan je commentaar of dan wel je vragen kwijt voor deze show. Ik heb ook weer een aantal binnengekregen, waarvoor mijn hartelijke dank. Hoeveel zal ik er doen? Zal ik er 2 doen? Ja, een keer een wat kortere show. Zou ook wel fijn zijn. Eerste mailtje komt van Mick. Wat is jullie mening over fysieke loot/mystery boxes van bedrijven, zoals Funko,
maar ook Ubisoft en andere developers. Nu we toch over dat topic praten, mening over figures, Funko Pops en figurines in deluxe editions zijn niet te duur. Met vriendelijke groet, Mick, a.k.a. Cringe Stick. Is natuurlijk wel echt een groot verschil tussen figuurtjes en mystery boxes en zo. Ik zie dat op Gamescom heel vaak, of op gamebeurzen, waarin ze heel veel van die standjes hebben. Met gaming merchandise, daar heb je ook inderdaad van die lootboxes. Een groot doos met een vraagteken. Daar betaal je dan 20 of 15 euro voor of zo. En dan moet je maar zien wat voor merch erin zit. Je hebt natuurlijk inderdaad ook de maandelijkse lootboxes. Of de loot crates heten die, geloof ik. Maar volgens mij weet je daar wel soort van tevoren wat je erin krijgt. Maar dat is ook op subscription basis. Dus ja, als je daar aan vast zit voor een jaar, dan... Nee. Ik heb eigenlijk nooit zo'n fysieke box gekocht. Met uitzondering van Funko, inderdaad. Die hebben af en toe van die kleine mini mystery figurine setjes. Voor Heroes of the Storm bijvoorbeeld had je dan een collectie. En dat is dan een heel klein doosje. Die waren dan 8 euro per stuk, geloof ik, uit mijn hoofd. Ik weet niet 100% zeker. Maar zoiets in ieder geval. En dan kreeg je een doosje, maar dan wist je niet wat voor poppetje erin zat. En dat vond ik wel heel cool. Ik kan ze nu alleen bijna nergens meer vinden. Mijn Heroes of the Storm collectie is volgens mij halverwege of zo. En het is natuurlijk wel altijd een risicootje dat je gewoon niet weet wat erin zit. En ja, het is natuurlijk een beetje scummy natuurlijk. Hè. Het is zo'n soort gokelementje dat je denkt, oh nee, ik heb een dubbele. Dan koop ik er nog één. Dat is natuurlijk wat ze willen. Maar je krijgt dan wel een fysiek beeldje. En die zou je dan nog eventueel kunnen ruilen of iets in die trant. Met anderen. Denk ik. Sterker nog, volgens mij heb ik er eentje ook gegeven aan iemand die ik dubbel had. Dus ik moet dan iemand blij mee maken. Dus van, oh hé, hey, ik heb deze dubbel hier alsjeblieft. Oh, tof. En dan denk ik, ah, oh, die glimlach, die is mijn 8 of 9 euro zeker waard. Nou ja, heb je dat. Heeft Ubisoft ook zo'n mystery ding, ja? Wist ik niet. Mening over figures, Funko Pops. Ja, Funko Pops vind ik leuk. Ik heb er niet, of althans, ik koop ze gewoon niet meer, omdat ik er al te veel heb. Mijn kast staat al vol. Sowieso is dat met heel veel, ik heb zoveel deluxe collectors editions en weet ik wat allemaal. Dus mijn hele ruimte is al gewoon vol met die shit. Ik kan bijna niks meer kopen, daarom koop ik ook geen mystery of lootbox meer. Ja, het is bij mij zo erg uit de hand gelopen. Wat ik vind van de dingen in collectors editions, zijn die te duur? Dat verschilt natuurlijk per collector's edition. Kijk, je hebt collector's editions die hebben super vette beeldjes. En dat ik denk, oh ja, te gek. En dan heb je beeldjes die gewoon weg teleurstellen. En dat je daar dan 60 of 50 euro extra voor moet neerleggen. Ja. Ja. Dat kan af en toe een teleurstelling zijn. Ja, wat dat betreft is het ook altijd één grote gok. Meestal koop ik het ook bij games. Kijk, meestal zie je van tevoren al soort van hoe het beeldje eruit gaat zien. Dus als ik het beeldje helemaal niks vind, dan koop ik die Collector's Edition ook niet. En ik weet natuurlijk inmiddels wel wat voor verwachtingen er hangen aan zo'n beeldje. Hè. Je moet niet super sterk materiaal verwachten of zo. Nee, het is gewoon allemaal plastic. Maar ja, dat gezegd te hebben, vaak is het wel zo dat als je een wat duurdere Collector's Edition hebt, dat je dan een stevige beeldje krijgt die wat meer gedetailleerd is. Ik heb nu bijvoorbeeld in mijn handen het beeldje van Leon S. Kennedy uit Resident Evil 2. En ja, die vind ik wel echt van toffe kwaliteit. Ja, het is van plastic. Ik bedoel, no shit Sherlock, weet je wel. Maar die Collector's Edition was 250 euro, geloof ik. Maar daar zaten nog meer extra's bij, weet je, als soundtrack. En ook van die kleine fysieke sleuteltjes. Items uit de game. En nog meer van dat soort dingen. En de game zelf natuurlijk ook. Dus hij was wel heel duur, maar ik vind het beeldje al echt wel heel vet. Voor het beeldje zelf zou ik natuurlijk geen 250 euro neerleggen. Ja, het gaat om het hele pakket. Dus ja, ze zijn wel duur. Maar ik denk dat als je super fan bent van iets, of super fan van iets hoopt te zijn, dan zijn collector's editions het vaak wel waard. Maar ja, daarom unbox ik ze ook op gamergeeks.nl. Als ik een collector's edition heb, dan wil ik dat altijd voor camera uitpakken. Dan zitten mensen heel vaak van, oh Jim, wat doe je in godsnaam? En, oh, mooi, of dit vind ik het niet waard. Dus zo merk je dat het een beetje wisselend is. Ik heb nu 2 Collector's Editions ook in de pre-order staan. Eentje is Doom Eternal natuurlijk. Doom. Ik hou van Doom. Dus de. En de ander is Cyberpunk. Ook de Collector's Edition van in de pre-order staan.
Maar dat duurt nog even. Die komt pas uit op 16 april 2020. Dus ja. Emiel die heeft gemeld. Beste Jim en mede Gaming Geeks Geeks. Dit is een best wel lang mailtje. Thanks, by the way, voor het mailtje. Hoe verging het bij jullie met de hittegolf? Ik zelf heb er behoorlijk last van gehad, omdat ik zelf PDS, prikkelbare darmsyndroom, heb. En de hitte heeft daardoor effect op mijn darmen. Oeh, dat is kut. Dan krijg ik last van diarree en buikkrampen. Maar nu is het gelukkig wat minder warm. Hoe verging de hittegolf? Ja, ik kon amper, zeg maar, de ruimte waar ik deze podcast in opneem is een zolderkamer. Ja, dat was niet uit te houden. Het was echt niet uit te houden. Dat was gewoon continu met... Ik had zeg maar een stash aan flesjes water had ik in de vriezer geflikkerd. En dan om het uur haalde ik een ander flesje weer eruit. Omdat het omdat ik ze al helemaal opdronk. En die flesjes tegen mijn wang aan hield. Om het enigszins... tegen mijn voorhoofd, whatever. Om het enigszins cool te houden. In deze ruimte was het niet uit te houden. Echt niet. Was het ook niet. Maar heel veel water drinken, dames en heren. Dat is natuurlijk de tip die ik kan meegeven. Dus ja, nee, dat ging wel prima eigenlijk. Nu even een vraagje, zegt Emiel. Het valt mij op dat remakes van succesvolle games vaak goed worden gemaakt. Doordat ze vaak aan het originele idee van die game vasthouden. Maar soms kloppen remakes totaal niet met het originele design van de game. Waarvoor de remake is gemaakt. Neem onder andere Prey uit 2017. Dat klopt trouwens. Die game heeft helemaal niks te maken met het originele Prey. Wel een goede game, vind ik dan. Nou is mijn vraag, moet een remake van een game gelijk blijven aan het originele design van de game, of mag een remake een beetje afwijken? En wat is jullie mening over remakes van games? Is het een goed idee of juist niet? Ik zelf vind het wel een goed idee, als het maar gelijk blijft met het originele idee van de game waarvoor de remake is gemaakt. Een remake? Sowieso moeten we trouwens twee dingen even apart van elkaar hebben. Of drie dingen eigenlijk. Drie dingen. Je hebt een remaster. Je hebt een remake. En je hebt een reboot. Een remaster is gewoonweg een game die op nieuwe platforms wordt uitgebracht. Vaak met alle DLC inbegrepen. In sommige gevallen niet. Call of Duty Modern Warfare Remastered. Fuck you. En vaak met wat geüpgraded graphics. Hè? Dat ze bijvoorbeeld de game hebben gepoord naar een nieuwe engine, waardoor de lichteffecten mooier zijn. Of de textures kunnen in hogere resolutie. De game zelf kan in hogere resolutie, et cetera, et cetera. Misschien is de framerate beter. Nou, dat soort dingen. Dat is een remaster. Een reboot, en dat is wat Prey natuurlijk was. Prey was geen remake, het was een reboot. Dus je pakt het concept van een game en je begint opnieuw met de serie. Prince of Persia heeft een reboot gehad. Ratchet and... Nee, dat was een remake. Scratch that. Devil May Cry hebben ze geprobeerd te rebooten. Met DMC, Devil May Cry, yo. En zo zijn er nog... Tomb Raider. Tomb Raider was ook een reboot. En geen remake. Tomb Raider Anniversary was namelijk een remake van de eerste. Een remake is een game die inderdaad een oud spel... opnieuw maakt. Hè, dat is letterlijk het woord. Remake. Maar dan ook voor nieuwe consoles. En een remake mag wat mij betreft her en der afwijken. Als de core zich inderdaad maar aan het origineel houdt. En ook daar zijn natuurlijk verschillen in. Ik noemde al Ratchet & Clank, de remake uit 2016... Die heeft wat dingen toegevoegd. Die heeft de verhaallijn veranderd. Ten opzichte van het originele spel. De PlayStation 2 versie. Volgens mij mochten Ratchet en Clank daar elkaar totaal niet. En in de remake mogen ze elkaar meteen. Komt ook natuurlijk omdat de remake is gebaseerd op de film. Maar de levels, layout, weet je al. Dat lijkt heel erg op de oude game. En... het algemene verhaal is van de oude game. Alleen hadden ze wat nieuwe wapens toegevoegd. De graphics zijn natuurlijk veel mooier, et cetera, et cetera. Crash Team Racing, Nitro Fueled, is in vele opzichten ook best een trouwe remake. Het heeft dezelfde circuits, alleen dan mooier. Het probeert alle mechanics soort van gelijk te hebben. De besturing zal wat vermoderniseerd zijn ten opzichte van het origineel. En nog meer van dat soort verbeteringen. Daar heb ik helemaal niks op tegen eigenlijk. Resident Evil is ook een heel goed voorbeeld. Resident Evil 2 speelt heel anders dan het origineel. Echt heel anders.
Maar heeft wel, zeg maar, nog steeds ideeën. Mr. X, de Raccoon City, dezelfde characters natuurlijk. Dus dezelfde locaties. Dus het kan natuurlijk twee kanten opgaan. En dat zie je nu ook met de Final Fantasy VII remake. Dat is een remake die totaal niet gaat spelen zoals het origineel. Wel een verhaallijn aanhoudt, bla 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 bla. Of dat goed is of niet. Ja, dat hangt natuurlijk een beetje af van je smaak. En hoe erg trouw je bent aan het origineel. En het verschilt echt per game. Ik kan niet zeggen, alle remakes zijn slecht of alle remakes zijn goed. Nee, dat kan bijna niet. Kijk, als ze echt te veel gaan, als Resident Evil 2 bijvoorbeeld ineens zou spelen zoals Resident Evil 6, met al die gekke honderden zombies op het scherm, bla bla bla, dat zou dan gewoon niet kloppen. En dat zou geen Resident Evil meer zijn, dus dan klopt het niet meer. Maar ja, hoe ze Resident Evil 2 nu wel hebben aangepakt, is te gek. En dat is ook een remake. Dus het hangt echt af per project. Dus daarom zeg ik ook bij deze nogmaals, Prey uit 2017 was niet per se een remake, dat was een reboot. Is het ingewikkeld? Ja. Maar dat is net zoals met films zo natuurlijk. Ja, Disney remaked nu al hun fucking Disney klassiekers. Wat mij betreft moeten ze die dingen met rust laten. Zeker als je niks gaat toevoegen. Dat vind ik wel. Ik vind wel dat als je een game gaat remaken. Ja, ik bedoel, je wil dat natuurlijk niet de oude graphics hebben. En je wil niet dat alles exact net zo houterig speelt als vroeger. En je wilt een beetje vermodernisering hebben. Anders, waarom zou je überhaupt die game remaken? Dus dat. Laatste mailtje van de dag, die is van... er stond nog een... Sorry, Emiel, ik was nog niet klaar met je mailtje. Jeetje. En gamen jullie ook in je vrije tijd? Want soms moeten jullie ook bepaalde games spelen vanwege werk of zie ik het verkeerd? Nee. Zeker niet. En GamerGeeks, dus dit, hallo, is niet mijn werk. Althans, dit kost mij alleen maar geld in plaats van dat het me geld oplevert. Dus in die zin zie ik het niet als werk. Het is wel zo, ik werk nu in videogame marketing. Zelf, maar dat ben ik. Johan werkt ook in videogame marketing en distributie. We werken wel voor andere partijen overigens. Ik kan me wel voorstellen, en dan spreek ik nu vooral voor mezelf. Ik doe natuurlijk wel eens een game opstarten om een beetje te kijken van, goh, hoe werkt dit, hoe zit dit? Maar dat is meestal vanuit eigen interesse. Dus ja, ik game in mijn vrije tijd, ja. Ja. Het is niet alsof ik onder werktijd Wolfenstein zit uit te spelen. Helaas. Dat zou wat zijn als ik dat zou kunnen doen. Ja, zou ik wel kunnen doen, maar dan denk ik dat mijn opdrachtgevers een beetje... Ja. Die gaan dan niet blij met me zijn, laat ik het zo zeggen. Ik zie weer hier wel wat leuks. Even kijken hoor. Dan moet ik even het tunetje weer hebben. Vorige week kwam dit eventjes te sprake. En ik heb het eigenlijk sindsdien helemaal niet meer opgevolgd. En dat komt ook omdat ik de show vandaag alleen doe. Maar ik zie hier dat iemand weer gaming dilemma's heeft opgestuurd. Vorige week noemde ik het een bliksemronde. Je moet er even een naam voor bedenken, jongens. Namelijk dit of dit. Ditjes of datjes. De mailbox minigame. Whatever, hier moet ik nog aan werken. Beste geeks. Een andere Emiel is het trouwens. Vorige week waren er een aantal gaming dilemma's in de Gaming Geeks podcast. Laat ik hierbij dit gehele idee jatten. Nee hoor, ik vind het allemaal prima. Dus hij heeft weer een paar... deze versus deze neergezet. Zo jammer dat ik in mijn eentje ben, maar goed, whatever. Dus daar gaan we. De minigame, de gaming dilemma's. Komt-ie. De eerste. De games van de 8e generatie consoles, PlayStation 4. Versus de games van de 7e generatie consoles, PlayStation 3, Xbox 360. Oei. Die vind ik eigenlijk al heel lastig. Ik ga voor de games van de huidige generatie. Al is het alleen maar omdat een shitload is geremasterd voor deze generatie. Dus dan kan ik nog steeds mijn Last of Us spelen. En GTA en dat soort dingen. Beetje een cheat, maar alsnog. De Far Cry franchise of de Assassin's Creed franchise? Ik denk dat ik zou gaan voor de Assassin's Creed franchise.
Borderlands 1, Borderlands 2 of Borderlands de pre-sequel? Borderlands 2. Hands down de beste. Van die drie. Of drie heel vet wordt, geen idee. Deze hebben we vorige week al gehad. Uplay of Origin. Origin. Vind ik beter werken persoonlijk. Betere dienst. De games daarentegen. Dat weet ik niet. Dan zou Ubisoft waarschijnlijk winnen, denk ik. Maar, whatever. Originele Doom versus Doom 2016. Het origineel. Doom 2016 is fucking goed, dames en heren. Echt een fucking goede game. Maar de originele Doom. Assassin's Creed Origins versus Assassin's Creed Odyssey. Daar kies ik. Ik denk voor Odyssey. Je heeft wat meer variatie qua gebieden. Griekse setting vind ik heel tof. Heeft gewoon meer... Wel meer van hetzelfde ten opzichte van Origins, maar... Als je moet kiezen tussen één van de twee, zou ik zeggen Odyssey. Maar Origins is ook een hele vette game. Dus het is niet dat ik nou meteen zeg, het een is kut en het ander is goed. Dark Souls of Bloodborne? Daar zeg ik Bloodborne. Ik vind die sfeer veel beter en dat soort dingen. Dat ging lekker goed. Emiel. Nou, dankjewel Emiel. Zo is deze show toch nog over een uur geworden volgens mij. Jeetje mina. Tijd om snel af te ronden. Dank jullie wel voor de mailtjes. Nogmaals, als jij dus een vraag hebt voor aankomende podcast, dan zou ik zeggen podcast@gaminggeeks.nl. podcast@gaminggeeks.nl. Dat is het mailadres waar jij alles kwijt kan. Ja, dan zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van de Gaming Geeks podcast. Dit was de 92e. In de tussentijd zou ik het heel tof vinden als jij mijn andere content zou checken. Als je dit hebt geluisterd en je denkt, ik wil meer van GamerGeeks. Dat kan, GamerGeeks.nl. Daar posten wij niet alleen maar deze podcast. We posten daar ook nog eens hele opvallende nieuwtjes, gaming nieuwtjes. Dus als je het beste gaming nieuws wil lezen, GamerGeeks.nl. En natuurlijk meer videocontent. Zo is GamerGeeks Next online gekomen. Dat is het maandoverzicht. En boy, wat een vette maand wordt dit. Oh, ga kijken naar de highlights daar. Ook een volledige releaselijst is daar overigens te vinden. Dus dat is ook vet. En Jeroen die heeft een review gemaakt over een augmented reality headset van Star Wars. What? Ja, daar wil je meer over weten. Dat dacht ik al. En Jesper heeft een review gemaakt over The Outer Wilds. Niet Worlds, maar Wilds. Volgens mij vindt hij die game ontzettend goed. Ik snap het nog niet. Maar daarvoor hebben we dus die review. Daarnaast probeer ik natuurlijk ook weer video's te maken, maar hè? Als je wil weten wanneer dat gebeurt en wanneer dat gebeurd is en wanneer het online staat, volg ons op Twitter @GamingGeeksNL. Goed, dames en heren, dank jullie wel voor het kijken, dan wel het luisteren naar deze podcast. Vergeet niet natuurlijk te subscriben op je favoriete podcastdienst op deze show. En natuurlijk het YouTube kanaal, youtube.com/GamingGeeksNL. Dit was de Gaming Geeks podcast, dankjewel nogmaals en tot de volgende. Doei!